voorstelling vanmiddag van de Russische componist Mussorgsky. Modest Mussorgsky, die leefde van 1839 tot 1881. Het stuk wat Art gaat spelen is in 1874 gecomponeerd en wordt gezien als een van de meesterstukken uit de pianoliteratuur. Later is het door heel veel componisten bewerkt voor orkest. En de orkestratie van Ravel, Maurice Ravel, misschien kent u wel, die is heel bekend geworden. Het stuk is een pianosuite en Mussorgsky schreef dit als eerbetoon aan zijn overleden vriend, de schilder Hartmann. Het is een expositie van zijn schilderijen en tekeningen. En Mussorgsky heeft dit stuk gecomponeerd in 3 delen tijd. Het zijn 10 delen die u te horen krijgt. En u kunt al die delen zien als een muzikale verklanking van een aantal schilderijen en schetsen. En ze worden verbonden door een zogenaamde promenade. Een promenade, dat is een terugkerend thema. En dat stelt het lopen van de bezoekers voor, van het ene naar het andere schilderij. We beginnen met de eerste promenade. En meteen aansluitend krijgen we de muzikale weergave van Gnomus. Gnomus, dat is het eerste stukje van de schilderijententoonstelling. En Gnomus, dat is een koppig figuurtje. Je kan zeggen een gnoom, dat is een dwerg of een kabouter. En dat is een koppig figuurtje met hele kromme beentjes. En dat maakt allerlei woeste bewegingen. En je hoort hem springen, je hoort hem stampen. Hij is ongeduldig, hij is boos, hij is driftig. Maar ik zou zeggen, luistert u naar de muziek van Art Sedema. Thank you.
Thank you.
heet dan Samuel Goldenberg en Schmarl. En dat gaat over een rijke en een arme man. U gaat een gesprek horen tussen twee mannen. Eén man die is arrogant, die is rijk en welgedaan. En de andere man is arm, die is mager en die staat heel druk te gebaren. Het is een tweede gesprek. En ik zou u willen vragen om maar eens goed te luisteren. En luister of u de beide mannen kunt herkennen in de muziek. Schilderij nummer 6. Schilderijen, en daar gaan allebei wat van vertellen, want Art gaat op
alweer aankomen bij het 9e schilderij. En schilderij 9 en schilderij 10 die gaan in elkaar over. Dus ik ga kort iets over schilderij 9 zeggen. Schilderij 9, dat heet De Hut. De Hut op kippenpoten van de heks Baba Yaga. Je zult zeggen, wat is dat in godsnaam, een hut op kippenpoten? Nou, dat vraag ik me ook af, maar dat heb ik voor u opgezocht. De heks Baba Yaga, dat is een figuur uit een Russisch sprookje. En zij woont in de hut op kippenpoten, omdat het een hele gemene heks is. Want die hut op kippenpoten die kan draaien. En die hut op kippenpoten staat in een heel donker bos. En als mensen daar nou verdwaald zijn, dan draait zij haar hut op de kippenpoten. Zodat de ingang daar komt te staan waar de verdwaalde mensen lopen. En dat die mensen daar dan binnen lopen. Maar wat doet die gemene heks dan? Dan vreet hij die mensen op. Dus dat is niet echt aardig. Het is ook een hele woeste heks, want ze maakt ook allerlei ritten. En dat doet ze vooral in stormachtige nachten. Dus dat zal u ook in de muziek wel horen. Het is een bizar stuk, het is een grillig stuk. En dan gaat Art meteen door naar nummer 10. En dat is weer een heel triomfantelijk stuk. Een majestueus stuk. En dat is het 10e schilderij. En dat heet De Grote Poort van Kiev. En u kunt dat zien als een soort brede hymne. En het wordt afgewisseld door kerkelijke akkoorden. En die doen ook denken aan kroningsscènes van de koningen en de keizer. De Grote Poort van Kiev is een hemelse poort. Het is heel mooi, heel triomfantelijk. En als u goed luistert, dan hoort u ook klokken luiden. Klokken bijen, grote klokken. Het is een heel majestueus en triomfantelijk stuk. Waarin dus ook dat thema van die promenade weer terugkeert, die we al een paar keer eerder gehoord hebben. Dus schilderij nummer 9, De Hut op Kippenpoot van de heks Baba Yaga. En daar aansluitend nummer 10, De Grote Poort van Kiev. En Art moet u komen helpen om iets op te slaan.
Thank you.